Pijn op je borstkas, door stress, de chronische hyperventilatie en het verkeerde ademen is iets waar heel veel mensen last van hebben. De pijn op de borstkas, het drukkende gevoel, benauwd gevoel, en dat is gewoon heel erg beangstigend. En we associëren de klachten op de borstkas eigenlijk altijd met iets heel ergs en engs, zoals bijvoorbeeld een hartaanval. En de pijn op de borstkas bij stress en chronische hyperventilatie eigenlijk vaak spierkramp is, daar denken we niet aan, hè, als we eenmaal in die cyclus van angst zitten. En dan eenmaal gaan je gedachten, die gaan met je op de loop en je raakt in paniek. En juist die versnelde ademhaling wordt het vaak nog erger. Maar laat ik natuurlijk eerst eventjes zeggen, op het moment dat je twijfelt op je klachten, en dan ga je natuurlijk altijd naar een dokter. Daarvoor zijn de dokters er. Die zijn er om je te onderzoeken waar je klachten vandaan komen. En natuurlijk om je gerust te stellen. Dus ga altijd, als je altijd twijfelt, ga je altijd langs een dokter. Maar ben je al vaak bij de dokter geweest en zegt hij, er is niks met je aan de hand, je bent gezond, je klachten komen echt door de stress en de hyperventilatie, dan ga ik je in deze podcastaflevering uitleggen hoe dat komt. Nou, spierpijn door hyperventilatie. Hoe kan dat? Want er is een heel duidelijk verband tussen verkeerd ademen en spierpijn. Vooral dan de pijn in de borstkas en die ademhalingsspieren. Maar ook bijvoorbeeld de spierpijn bij je middenrif, wat pijn bij je rondom je maag geeft. Nou, spierpijn, spierkramp, een drukkend gevoel of steken. Ik noem het altijd maar spierpijn. Maar het is natuurlijk gewoon een heel ruim begrip. En je kan een stekend gevoel hebben, kleine steekjes voelen, een drukkend gevoel ervaren, een kramp hebben of een benauwd gevoel, hè, dat je niet helemaal goed kunt ademen. Maar ook pijn of druk bij je ribben of bij je borstbeen en de voorzijde, maar ook in je rug tussen je schouderbladen. En die ademhalingsspieren die zitten in je hele borstkas. Maar hoe kan dat nou? Hè? Nou, dat ga ik je uitleggen. Doordat je verkeerd ademt, ontstaat er een onbalans in je lichaam, vooral in je bloed. En dit kan dus pijnlijke en vermoeide spieren veroorzaken. Spierpijn en hyperventilatie hebben namelijk een heel duidelijk verband met elkaar. En door die onbalans die ontstaat in je lichaam, dan is het te maken met zuurstof en het koolzuur, de CO2, en dat stijgt je pH-waarde van je bloed. En je bloed wordt zo meer alkalisch, dus minder zuur. En als reactie hierop gaan je lichaamcellen meer melkzuur produceren om op die manier de pH-waarde van je bloed weer te herstellen. Het is een heel technisch verhaal, maar eventjes in het kort hoe dat dus werkt. Nou, en dus die aanmaak van melkzuur, dat veroorzaakt dus de pijnlijke en vermoeide spieren, oftewel de spierpijn. En ook de CO2, dus wat je uitademt, dat is eigenlijk een natuurlijke spierontspanner. En door deze onbalans ga je spieren samentrekken. Dus ook dit geeft extra spierpijn en vermoeidheid. En dat verklaart dus de spierpijn en het vermoeide gevoel. En vooral bijvoorbeeld ook in je been. Hè? Ik heb het nu over je borstkas. Maar die spierpijn kan je in je hele lichaam voelen. Vaak merk je het ook dat je van die moeie benen hebt. Terwijl je eigenlijk heel amper hebt gelopen. En je hebt het idee dat je marathon hebt gelopen. Dus het heeft twee kanten. Dus doordat je lichaam eigenlijk dus meer melkzuur gaat produceren en verzuur je spieren. En dan krijg je dus last van verzuurde spieren, dus van spierpijn. Maar ook omdat je dus dat te veel uitademt. Dat je te veel inademt, adem je ook weer te veel uit. En dat wat je uitademt, dat is dus een natuurlijke spierontspanner. Dus dat raak je ook nog eens kwijt. Maar spierpijn, bij chronische hyperventilatie, waarom heb je dan vooral last van die spieren in je borstkas, je middenrif, maar ook bijvoorbeeld in je nek en je schouders? Nou, heel veel mensen die last van hyperventilatie hebben dus ook die pijn op die borstkas, in zere nek, of schouderspieren, pijn tussen je schouderbladen, last van kaakklemmen, dus eigenlijk dat hele gebied. Eigenlijk je hele lichaam, maar vooral vanaf eigenlijk je maag, dus de onderkant van je ribben, tot aan je kaken, dat hele stuk, dat kan gewoon heel erg gevoelig zijn. Nou, doordat je te vaak en te hoog ademt, en daarmee bedoel ik dus dat je in je borstkas ademt in plaats van in je buik, zijn deze spieren overbelast geraakt. En vergelijken dat je bijvoorbeeld ongetraind een heel eind bent gaan wandelen, en heb je de volgende dag ook zere benen en voeten. Nou, jij overbelast je ademhalingsspieren door te hoog en te snel te ademen. En zo overbelast je dus ook je middenrif. En dat kan je voelen ter hoogte van je maag. Maar ook tussen je ribben zitten hele kleine spiertjes. En dat zijn de zogenaamde tussenribspieren.
Als je dus te hoog ademt, ja, gebruik je die meer dan waarvoor ze bedoeld zijn. Ja, dat geeft natuurlijk gewoon overbelastingsklachten en dus spierpijn. En deze spieren kunnen naast een continu beursgevoel ook heel venijnig steken en krampen. En die steken en krampen in je tussenribspieren, dat kan echt best wel heftig zijn hoor. Dus dat kan echt heel erg steken, dat je opeens echt zo'n steen net of een mes tussen je ribben gestoken wordt. En dat kan je vaak een beetje voor jezelf testen. Als je beweegt, als dan die pijn erger wordt, dan weet je in ieder geval zeker dat het je spieren zijn die krampen. Ja, door deze te hoge ademhaling trek je vaak ook onbedoeld steeds je schouders omhoog. En nou, dus ook die spieren van je schouders, die zitten weer vast aan je nek natuurlijk, ja, die belast je daardoor ook veel meer dan waarvoor ze gebruikt en waarvoor ze bedoeld zijn. En dat heeft ook weer een directe invloed op je ademhaling, die opgetrokken schouders. Dus het is echt heel belangrijk om daaraan te werken, hè, om je schouders te leren ontspannen. Want test voor jezelf maar eventjes. He, want til je schouders maar eens helemaal omhoog op. En dus je schouders naar je oren. En dan probeer je in te ademen. En weer uit. En dan doe je nou even ontspannen je schouders. Gewoon los en laag. En adem je weer in. En dan voel je dat je veel beter kunt ademen dan als je schouders opgetrokken hebt. Nou, ik weet niet, maar de meeste mensen zitten heel vaak met opgetrokken schouders. Dus jij misschien ook wel. Dus probeer even steeds eraan te denken dat je schouders wat laat ontspannen. Wat kan je er nou verder aan doen? Nou, het is belangrijk dat je zorgt voor ontspannen en warme schouders. En als je het koud hebt, dan trek je namelijk ook je schouders op. Hè, wat we net hebben getest, dat heeft een directe invloed op de ademhaling. En draag bijvoorbeeld een sjaal, hè, als je het koud hebt of buiten loopt en doe je jas goed dicht. En als je achter de computer zit, en draag dan bijvoorbeeld een omslagdoek bijvoorbeeld lekker warm over je schouders. Ja, want als we het koud hebben, gaan we automatisch die schouders optrekken. Nou, het is ook heel belangrijk dat je dat teveel aan melkzuur, wat dus ontstaat door het verkeerde ademen, dat je dat kwijtraakt. En je lichaam helpt je heel erg door voldoende water te drinken. En dus drink zeker 1,5 tot 2 liter water per dag. Nou, daarnaast is het ook heel belangrijk om gezond te eten, vooral veel groene groenten. En dat zorgt er ook voor dat melkzuur, dat die verzuring uit je lichaam gaat. Dus goed drinken en gezond eten. En suiker bijvoorbeeld, en dat zorgt er weer voor dat je verder verzuurt. Dus probeer dat onder andere te vermijden. Nou, het is natuurlijk ook heel erg belangrijk om die oorzaak aan te pakken. Hè, te zorgen dat je ademhaling zich herstelt en dat je vaker en meer naar je buik gaat ademen. Nou, dat kan je natuurlijk leren door ademhalingsoefeningen te doen. Nou, ik vind het naast ademhalingsoefeningen is het ook echt heel erg belangrijk, misschien zelfs wel nog belangrijker om mee te starten, is om die spieren te ontspannen. Nou, je schouder- en je nekspieren, die kan je heel goed leren ontspannen door oefeningen te doen. En doordat je schouder- en je nekspieren, maar ook die borstkasspieren, omdat die wat meer ontspannen zijn, zal er meer ruimte komen. En als er meer ruimte is, kan je ook beter ademen. En dat is gewoon belangrijk om aan te werken. En dus zorg ervoor dat je goed gaat oefenen voor die schouders te leren ontspannen. En ik noem schouders, maar ik bedoel eigenlijk dat hele gebied. En dus ga naar je fysiotherapeut of als je uit België komt naar de kinesist en vraag oefeningen voor om je schouders te ontspannen. En ook voor je meer ruimte te creëren in je borstkas, ja, ook in dat middenrif. En heb je geen oefeningen of wil je er gewoon zelfstandig mee aan de slag? En dan kan je bijvoorbeeld mijn online cursus volgen, de spierspanning bij hyperventilatie. En die bevat heel veel uitleg, maar vooral heel veel oefeningen en tips, ja, om weer goed te leren ademen. Maar dan niet door ademhalingsoefeningen te doen, maar te zorgen dat die spieren die overbelast zijn geraakt door het verkeerde ademen, en dat die ontspannen en dat er weer meer ruimte komt om goed te ademen. En waardoor je op die manier die vicieuze cirkel doorbreekt. Maar dus samenvattend, die spierpijn, vooral op de borstkas, die komt dus door die onbalans die ontstaat in je lichaam. Daardoor word je gevoeliger voor spierpijn, spierkramp en voor vermoeide spieren. En omdat juist die spieren in die borstkas, ja, zo gevoelig zijn, en nek en schouders en tussen je schouderbladen. En dat komt omdat je die spieren gewoon veel meer gebruikt dan waarvoor ze eigenlijk gemaakt zijn. Dus ze zijn overbelast geraakt. En dat kan je echt, dat kan je eventjes voelen, dat kan je de hele dag voelen. En dat is voor iedereen anders. Maar ja, als je twijfelt, laat je het altijd onderzoeken bij de dokter.
En laat die je geruststellen. En heb je die geruststelling gekregen? Is er niks aan de hand? Komt het echt door de verkeerde ademhaling en de hyperventilatie? Ja, ga dan goed oefenen. Dus ga starten met het doen van ademhalingsoefeningen. Maar vooral ook oefeningen om die spieren te leren ontspannen. Nou, wil je hier meer over lezen? Dan kan het natuurlijk uitgebreid op mijn website. www.diepeventilatiecoach.nl. En of een van de andere afleveringen luisteren waar ik nog veel meer uitleg over wat hyperventilatie en stress allemaal met onze ademhaling in ons lichaam doet.